De schriftelijke toets voor leerjaar 10 is gestart. Minister Henry Ory van Onderwijs gaf gisteren hiervoor het startsein op de Anton Resida School. Bij dit meetmoment zal worden nagegaan in hoeverre leerlingen de leerstof van de vakken Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde en natuurkunde beheersen. Het curriculum bestaat uit algemeen vormende vakken en beroepenoriëntatie. Volgens Ory gaat het om een diagnostische toets, vergelijkbaar met de GLOW-toets, waarin wordt nagegaan of leerlingen de leerstof beheersen en wat gedaan moet worden om hen waar nodig te helpen middels extra lessen. De strafzaak tegen de 15 verdachten, waaronder leden van KPS, BBS en KPA, die betrokken waren bij de mishandeling van arrestanten in het cellenhuis van politiepost Geiersvliet, is op 14 juni in behandeling genomen door de kantonrechter. De feiten die deze verdachten ten laste zijn gelegd zijn zware mishandeling met als gevolg lichamelijk letsel en vernieling. Op 26 juli 2023 wordt de behandeling voortgezet. De zaak staat dan voor getuigenverhoor, waarbij ook camerabeelden bekeken zullen worden. Het Openbaar Ministerie heeft de obductierapporten ontvangen van de patholoog-anatoom in de onderzoekszaak van Wolfjager en Dijksteel en de kwestie van Peking Saron. De advocaat heeft de mogelijkheid gehad om deze rapporten in te zien. Daarnaast heeft er een reconstructie plaatsgevonden die aanleiding geeft tot verder onderzoek in deze zaak. Het onderzoek duurt voort.